Kom werken in de zorg! Hoi allemaal, ik ga zo meteen op weg naar het Zonnehuis in Doorn. Want daar komen zo meteen Hugo Borst en Karin Gamers ook naartoe. En zij gaan daar in gesprek met onder andere de bestuurder van Kwarij, Mirjam Hagen. Superleuk, ik heb er heel erg veel zin in, want Hugo Borst gaat ook de boeken signeren die hij heeft geschreven over zijn moeder. De onderwerpboek Ma en Ach Moedertje. Oké, ik ga eerst even mijn collega vriendinnetje Danielle ophalen, want die gaat ook mee. Komt er eindelijk aan hoor, die slome slak. Oké, ik ben ondertussen in Doorn aangekomen en ik denk ik ga heel eventjes een rustige plekje zoeken, want het is al best wel heel druk. Ik heb Hugo Borst al gezien en Karin Gemers al gezien. En ik hoop ze zo eventjes te kunnen spreken. Op dit moment zijn ze de dementiecabine aan het doen, de simulator. Dat is een cabine waarin je kan, zelf kan ondervinden hoe het is om dementie te hebben. Dus ik ben ook wel benieuwd naar zijn ervaringen daarna. Ja, de aanleiding voor deze bijeenkomst is eigenlijk gelegen in het feit dat Into Dementia een prachtige belevenis rondom dementie dit jaar 5 jaar bestaat. Ja, we zijn ontzettend trots op dat Hugo Borst en Karin Gamers, misschien wel een beetje activistische engelen voor de ouderenzorg, dat die hier zijn vanmiddag. En dat ze de tijd hebben genomen ook om die prachtige belevenis Into Dementia zelf te beleven. De laatste vraag. Is er ook wel iets wat jij niet uitzendwaardig acht? Ik neem aan van wel, hè, dat er zulke schrijnende situaties worden vastgelegd dat je zegt van nee, die kan niet. Maar Eline is in staat om de meest schrijnende situatie. Als je dan je moeder op zo'n nare wijze soms ook kan zien, daarom hebben we besloten om daar wel wat in te knippen. Alsnog wel de realiteit probeert te geven. En dat probeer ik door mijn vlogs op allerlei manieren te doen. En ik hoop dat straks ook nog even van jullie bij Nou, hoi allemaal. Ik sta hier met Hugo Borst van Karin Gamers. En wij hebben net een heel erg leuk gesprek gehad, of mogen beluisteren van hun. En ik heb nog even een paar vragen. De allereerste is, jullie zijn van tevoren in de cabine geweest in de dementie simulator. En ik ben even benieuwd, ik begreep dat u het vooral hebt meegemaakt. Hoe was dat? Bijzonder. Iedereen die met mensen met dementie werkt of die mondopzorger is voor iemand die de diagnose dementie net heeft gekregen, die moet echt de kans hebben om dat mee te maken. Ik ga er niks over vertellen, want het is spoiler, spoiler, spoiler. Je moet er echt helemaal onbevangen ingaan, maar het is zo niet waar. Mooi. Ja, ik ga het zelf maandag doen. Ik heb er heel erg goed in. Dan ga ik je echt niks vertellen. Hey, u hebt 2 boeken geschreven over uw moeder. En wat ik me eigenlijk afvroeg, in mijn werk als wijkverpleger kom ik best veel casussen met dementie bezig. Zie ik. Wat ik heel veel zie aan de mantelzorg is dat het heel erg zwaar op ze drukt. En dat ze soms erover praten en mee bezig zijn en het nog zwaarder maakt. U zoekt het juist op door de boeken te schrijven. Nou, en ik vind ook gehoor bij heel veel mensen. Ik lees voor uit Ma en Ach Moedertje in het hele land. En ik merk dat mijn boek wordt ervaren als een soort van duiding. Ze zeggen, oh, op deze manier. Of dat herken ik. Dus kennelijk bestonden dat soort boeken nog niet. Of zijn nog niet ontdekt. Maar het is ook nogal wat. Als je moeder gaat dementeren, of vader of partner. Ja, wat overkomt je? Je hebt dat nog niet meegemaakt. En in dat opzicht is dat gewoon heel erg heftig. En wat betreft deze beleving die wij vandaag hebben meegemaakt, dat was bij mij de periode toen mijn moeder nog thuis woonde op de Robert Kochplaats.
ongeveer een half jaar voor haar opname. Ja. En ik vond dat wel weer confronterend om te zien. Zo was het. Dat was de zwaarste periode als mantelzorg. Ik tegelijk, maar ook echt. Ik vond de boeken wel ontzettend mooi beschreven. Heel erg. Zo realistisch. Geld, geld, geld. En waarvoor was dat? Voor jullie! Medewerkers. Aandacht. Want wij voelen ons wel eens een beetje schuldig. We hebben veel aandacht op het verpleeghuis gelegd. Maar de thuiszorg is net zo belangrijk. En daar, ik zei het op de tv, daar voltrekt zich een stille ramp. Dus ook daar kom je in de thuiszorg terecht, dan is het nog harder nodig dat je opkomt voor je cliënten. Want daar wordt het niet door iedereen gezien. Weet je, hier zijn nog meer mensen die het zien. Maar in een thuissituatie kom je alleen bij iemand. Dus zoek bondgenoten onder je collega's en kom op voor je cliënten. Jullie zijn onze helden. Ja? Allemaal. Kijk eens, dat is en vertel dat aan iedereen. Vlog het lekker allemaal door. Jullie doen het. Ja, wij kletsen er alleen maar over. Jullie doen het. Ja, want ik ben een beetje bang. Ik zie jou zo uit het gemak even een vraag stellen. Ik denk, oh jee, als jij maar niet weggekocht wordt door Net5 of de publieke omroep. Ja. Dat jij je mooie vak, je ambacht, waar jij alles in kwijt kan. Dat je dat niet gaat verlaten voor een journalistieke... Of een showbiz carrière, beloof je dat? Dat beloof ik. Het is veel te mooi. Ik vond het echt best wel heel spannend. Dus aan het begin ging het interviewtje niet vlekkeloos, maar ze waren heel aardig en ontspannen en vertelden een heleboel uit zichzelf. Dus daarna ging het hartstikke goed. En, ja, ik denk dat we een super goede zorgshout-out hebben gedaan met z'n allen. Want we hadden ook een paar toffe stagiaires die heel erg enthousiast zijn. Dus luister maar mee.